حلو. Motherfucker, is gewoon lijten alles. Wat zo? Verlicht is dit. Hé, hey boy. Het is 2016. Goeiedag mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Let nu op mijn stem. Ik ben een beetje verkouden, ik ben ziek. Maar we gaan nu even snel boodschappen halen, zoals jullie kunnen zien. De huis is hier en daar een beetje versierd. Maar nog even vanavond een feestje. Ik zal er helaas niet bij zijn, want het is een ladies night. Moet ik eigenlijk juist thuis zijn. Hij is vol dames. In mijn eigen huis gewoon, maar nee. Er is iets anders. Jeff geeft ook een visa. Dus we gaan met de boys gewoon even gezellig doen. Uit eten. Misschien gaan we nog een visa pakken. Zullen we zien. Nog geen planning, maar het wordt leuk. Weekend kan beginnen. Ik snap boodschappen halen, zoals ik net zei. Manon is boven bezig. Vlog aan het starten, dus wacht op Manon. En cadeau heb ik voor haar al gekocht, weet je niet. Ga ik haar zo meteen geven, kijken hoe ze gaat reageren. Even snel mijn medicatie innemen, vooral nu ik ziek ben. Juist nu pas ga ik het doen, moet ik eigenlijk altijd gewoon doen. Voor een paar druppels van die Gina Force, hoe je het ook wil noemen, voordat mensen me gaan uitleggen en shit. Kijk hier, voor weerstand, griep, verkoudheid. Vitaminepillen. En mijn aminopillen. Jezus. Maar nu is er klaar voor. Mm. Ja, hè? Oudje hoor, oudje al fliek. Zwerven. Noncha. Hoe heb je die patas gekregen? Naar jou. Ja, mooi hè? Ja. Hoe is die pet op je hoofd? Die heb ik zelf gekocht. Oh ja. Die is van mij. Grapje. En natuurlijk laat ik weer even mijn oudjes zien. Deed twee caps zwart. Die jacka is nog steeds van Shiba Clothing. Mensen vragen het. Maar ik heb het een paar keer gezegd. Dus bij deze weer. Shirt van Kenzo. Broek van D2. En mijn patas van Mason Garments. Zo, laten we gaan. Mijn stem is fire. Even snel ibuprofen innemen. En dan kunnen we gaan. Kijk hier hoeveel boodschappen. Is te veel, man. Zwaar alles. Ik ben een gymboy, maar... dit was te zwaar. Maar nu denk ik eens vissen. Ze dachten, nu het weer is, gaan we heel veel boodschappen halen. Huh? Altijd hoor, zo. Misbruik. Nog meer zelfs. Ja, dat is goed gehaald. Dus excuses voor als ik aan het smakken ben. Gaat je een heel cadeautje over? Nu. Hè? Eh? Nu gewoon, brutaal. Nu. Dat is niet vanavond. Nee joh, dan ben je er niet. Ja, is het erg. Is toch leuk als je erbij bent? Laten we het zo meteen dan maar gaan geven. Ik ga even iets warms aantrekken. En ik moet natuurlijk weer naar de kapper. We hebben een afspraak staan bij een restaurant. Ik weet niet eens precies welk restaurant. Maar een uur daarvoor heb ik een afspraak staan bij Lionel. En jullie kennen mij, jullie kennen hem. Ik loop altijd uit niet op schema. Dus ik hoop dat ik dit keer wel op schema loop, want anders heb ik een probleem. En het zit namelijk zo, daarna gaan we misschien nog een vis afpakken. Dus als ik nu met mijn eigen waggie richting Amsterdam ga... en de boys gaan later ook met eigen waggie naar Amsterdam. Zijn we dus met twee auto's. En het is fijn als je met twee auto's naar een feest gaat. Liefst gewoon één auto. Dus ik zei ik ga met openbaar vervoer. Had ik niet moeten zeggen, want ik haat openbaar vervoer. Maar dat is denk ik wel het beste. Nu kunnen we na het uiteten, kunnen we gewoon samen richting waar dan ook gaan. Dus dat gaan we doen. Ik ga wel iets dikkers aantrekken, want deze zomerauto is te koud. En dan gaan we nu het cadeau aan Manon geven. Ja toch, ze denken dat hij van Shubaloo komt, maar het is gewoon een mooie verpakdoos. Kijk hoe ze gaat reageren. Het is vroeg in de ochtend. Ja, een week terug alweer. Maar ik heb even een cadeau van Manon gehaald. Ik wilde ze graag. Dus wat ik er allemaal niet voor over heb op haar. Vroeg in de ochtend, snel naar Amsterdam. En dan nu weer terug naar huis. Er zit een strik omheen, dus ik kan het helaas niet laten zien. En dan zien jullie het wel wanneer ik het aan haar ga geven, wat erin zit. Spannend dus. Wat is dat? Hey, ik hoor een bekende stem hier al. Hey, je bent vroeg. Feest is nog niet begonnen hoor. Nee, ik heb een assistent hier. Kijk hier, hebben. Heb je nou weer aangeschaft? Een cadeautje voor haar. Oh, eindelijk! Kijk hoe ze gaat reageren. Ik heb geen idee wat het kan zijn. Niet? Dus zal ik er even voor gaan zitten? Nee, het is wel zwaar genoeg. Oh, nee joh, het is helemaal niet zwaar. Wacht, ik ga even op de bank zitten. Ja, maar, dus je moet het wel met mij gaan.
over. Oké. Okay. Doe maar, hoor. Dit is het. Ik ga het even open. Kom eens een lekje en anders zo ruilen we. En dan kies ik wel iets uit voor mijn stem. Maar heb je het ooit gezien dat ik het wilde hebben? Dan weet je dat ik het aan. Nog meer is het wel normaal. Of is het een trucje? Zo. Oh, is het niet alles in verder? Kijk hoe blij ik ben. Doei, doei, doei. En wat is het? Nee. Ik hoop dat je het mooi vindt, want het kost me rip uit het lijf. Toen ik prijs hoorde, kreeg ik geen adem meer. Je had nog een kleiner kunnen komen, deze is helemaal. Dit is een kleinere. Nee, je hebt nog een kleinere, toch? Oké, oké. Oh, super mooi. En ze was er gelukkig blij mee. Mag ook wel, had ik ook niet. Ik had het ook niet anders verwacht, want Ziekem had ze dat op een lijstje gezet dat ze graag wilde hebben. Dus missie geslaagd. Nu de volgende missie. Ik moet even een outfit bij elkaar zoeken, wat ik kan aantrekken. Plus ik moet nog extra dingen meenemen, voor mochten we nog uitgaan. Want ik ga niet met mijn eetkleren. Rijken mijn kleren naar eten. Dus dat is geen goed idee. Ik ben een beetje buiten adem. Sinds mijn longontsteking is mijn conditie nooit meer echt goed gekomen, heeft tijd nodig, zet de huis uit. Ah, puta. Openbaar vervoer is niks voor mij. Ik heb eerst de trein gemist. Dus we komen later aan in Amsterdam. Ik moet nog een cadeau voor Jeff halen. Dat gaan we nu doen. En dan gaan we snel richting de kapper. Dus wat haasten vandaag. Alleen maar haasten, haasten, haasten. En ik zie dat ik ook nog twee keer moet overstappen. Hoofdpijn niet. Ik hoop dat ik niks vergeten ben, want anders ben ik gevaar, ja. Ik hier mijn trein, ik pleister alles. Ik moet gaan rollen, hoor. Je hoeft je niet te haasten. Nee, dat hoeft niet snel. Nee, dat hoeft niet. Hey, serieus, dit doe ik dus nooit meer, hè. Van Centraal Station naar Museumplein van Balenstraat lopen. Goed naar de kapper. Hey, het is gekke huis en ik heb het koud. Normaal denk ik, doe het wel even. Maar normaal gesproken ga ik winkel in, winkel uit. Ik ging voor de foto even kijken hoe ver het was. 5 kilometer. En ik ben een luie gozer toch, dus alles is voor mij ver. Die 5 kilometer helemaal. Sinds ik niet meer voetbal, dus mijn conditie is puin, troepig. Jongen, jongen, helemaal bezweet kom ik straks aan. Gelukkig heb ik nog een andere oudje bij me in mijn tas. Ik heb cadeau gehaald voor Jeff. Toevallig toen ik in de Bijenkorf stond, was hij daar ook. Hij heeft niks gezien gelukkig. En dan nog hopen dat het shirt past. Volgens mij ga ik gewoon nog moeten wachten. Ik zie gewoon een bureau van Baler, gewoon voor de deur. Dus volgens mij is hij gewoon nog aan het knippen. Ja. Ga maar checken hoor. Enge waggie. Scootmobiel. Pakka. Rustig? Ja? Half 7 kon ik zitten toch? Ja, half 7. Ja, we zijn een paar minuten vertraagd. Wanneer was je hier? Kom eens, moet met jou meerijden in die bureau, man. Ik liep 6 uur liep ik langs Baler. Kom eens goed meerijden. Maar ik was hier al 6 uur. Oh. Ja, toch, ja, ja, ja. Zijn er weer, hè? Dat je zijn er weer. Show. Van Balenstraat. Kijk hier, ik kom aan meteen eten gewoon. Hè? Pakka. Hey, extra cardio morgen. Hey, jarige Job. Pak hem maar. Gefeliciteerd. Ja, ik ben je naam, want ik ben Marak. Ik ben Marak. Kale boerenpokkel. Alleen gewoon die prrrr. Ik wilde geen kampioen, man. Nieuw, hè? Ook geen champion. Geen kampioen. Ik denk niet dat ik op was. Meestal niet plussen, alleen maar plussen. Huh? Patroon. Patroon. Jezus, als mannen op de straat zien komen, is gewoon met prrrr. Hey boy! Hey.
Soppie? Hè? Soppie man. Jarige Joop. Dirty South in de Rotterdam. Jezus. Ja, hè? Chapeau. Hé, Mark. Hé, Mark. Hé, Mark. Hé, dat ding een jarige ding. Hé, 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 hé. Nou, dames en heren. Guillermo. Jawel, jawel, jawel. Ja, voor het eerst maken jullie mij mee, ja. Jullie gaan mij nog zeker vaker zien. Ik kom uit België. Ja, weet jij, amai, we zijn België. Amai. En we zijn inmiddels gewoon weer thuis, lekker knus op de bank. En het is zondag. En ik moet jullie eerlijk zeggen, gisteren, ik was plat. Ik was helemaal neer. Ik kon niks doen, alleen maar uitrusten. Niks doen, want ik ben alleen maar zieker geworden. Jullie kunnen het ook vast aan mijn stem horen. Mijn stem is van ja, keel doet pijn, alles. Het is mijn longontsteking. Is mijn weerstand is echt slecht. Snel ziek, maar ik kon het niet laten om mee te gaan met de boys. Het was gezellig. En ik kan het ook vandaag weer niet laten om naar de gym te gaan. Eigenlijk moet ik gewoon goed rusten. Maar ja, gisteren de hele dag thuis gezeten, thuis gelegen. En vandaag ook weer alleen maar thuis liggen. Niks van mij. Ik ga zo meteen even knallen in de gym. En dan gaan we thuis een goede voetbalwedstrijd kijken. Manchester City tegen Arsenal. PSV Ajax is er ook nog. Dus we gaan multitasken. Beide gaan we een beetje volgen. Ja toch. Ik weet niet of het te zien is. Maar dit oog van mij is rood. Ik weet niet hoe het komt. Vanochtend ook was helemaal dik. Is me ook nog ontstoken. Is het probleem. Dit is mijn trainingsoutje voor vandaag. We gaan in Adidas met Nike Patas. Gewoon. Kan gewoon wat mixen. Ik heb trouwens een nieuwe koptelefoon gekregen. Van Libratone. Ik heb al eerder iets van hun gekregen. Dat was toen een box, speakerbox, Bluetooth. Waar ik tevreden over was. Waarop ze vroegen of ik nog iets wilde ontvangen. Koptelefoon die draadloos is. Dus waarom niet? Dat is altijd handig voor tijdens het trainen. Zonder draad. Dus ik ga meteen testen. Ja toch. Anyway, jij was gaande, maar dat is verleden tijd. Nee. Sport is gevlogen, vroeger was je een top. Ik besef ook waarom je geleden krijgt. Nee. Ik zie je pas wanneer ik naar beneden kijk. We levelen op, maakt niet uit. Hier in de gym, maar ik ben kapot. Eigenlijk is het rustig, ik kan pakken wat ik wil, ik hoef nergens te wachten. Maar ik ben brokkel, ik kan niet meer verder. En trouwens, die koptelefoon is een goede, geen storing, ik kan gewoon lekker pompen. Ja, maar altijd als ik hard goed ga gymmen, moet ik goede pokjes hebben, anders komt het niet goed met mij. No Mickey Mouse, no nonsense, brok off your back like conscience. Wat vals als ik merk dat je jong bent. DJ, once again, no long dance. Kijk, dit is hoe we dit doen toch. Daar in Gimma. Met mijn team Arsenal. En hier kijken we. Ajax PSV. Multitasking. Jongen, jongen, jongen. Kijk, mijn schatje is weer thuis hoor. Hallo. Ik kom weer met een gek idee om een masker bij me op te doen. Lekker peel of masker. Kan ik wel goed gebruiken om uit te zien met zo egaal als dat het was. Dus ja, wat heb ik te verliezen? Niet op mijn baard, hè? Shit. Nee. Dat gaat pijn, dan moet ik het aftrekken. Dat is het probleem. Maar niet op je baard. Je moet je hoofd ontspannen, niet. Ja. Ja. Gewoon ontspannen, niet in je grond. Nee. Hey, niet op mijn wenkbrauw, hè? Nee, dat is niet op je wenkbrauw. Je moet je hoofd ontspannen! Schat, ik heb een vraag. Geloof je in die praatjes? Als ze willen breken, dan moeten we het maken. Is me niet op zee, zat ik zal het God. Met de gaan. Zo God, God, God. Voorzichtig, hè? Hey, met twee handen, niet zo. Nee, je moet met één hand. Zie, ik heb het begin al. Is het overal droog? Je moet van onder naar boven. Nee. Jawel. Wie heeft jou dat verteld? Zie ik iedereen doen. Nee, man. Nee, man. Kijk, dat is van boven naar onder. Hé, hey, voorzichtig, hè? Ik heb nog zoveel in bedrijf. Als ik denk aan jou en mij. Ze zeggen je moet het laten. Maar wij gaan het niet laten. Ze zeggen je moet het laten. Maar het is toch precies hetzelfde? Echt niet. Echt wel. Zacht. Echt niet. Net zacht. Volgens deze overal hier en daar beeldjes. Was het niet? Ja, tuurlijk. Het gaat toch niet je puisten meetrekken? Dat is toch de bedoeling? Nee, joh. Welk masker doet dat nou? Anders was acne al lang verholpen, gek. Alleen jij. Geen verschil. Echt wel, het is vet zacht. Gewoon verkooptrucjes. Echt niet, bij mij werkt het.
En ik ga slapen, dus ik ga de vlog afsluiten. Mensen, bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Ciao, ciao. Mijn vraag was, knip je ook schaamhaar of niet? Want het begint een beetje... Grapje. Het begint...